van de eerste luister zo echt te gek. Ik was van tevoren vrij rustig, maar toen ik het stond te wachten voordat ik op moest, dacht ik, oh shit, ik moet gewoon als eerst. Ja, Lisa, wat een belachelijk goed begin, zeg. Ongelooflijk. Ja. Ik vond het zo vet. En ik zag helemaal zo. Wat echt tof. Ik wist natuurlijk altijd al dat ik wel echt zangeres wilde worden, maar nu weet ik het echt zeker. Nu ik daar heb gestaan één keer, weet ik gewoon, dat gevoel wil ik gewoon altijd hebben. Het is gewoon te gek. Let it all just rain on me. Yeah, yeah. Ze maakt een nummer onmiddellijk haar nummer. En dat komt omdat ze zo'n bijzonder stemgeluid heeft. Wat ik vooral vond van de week, was heel goed, hè? Maar je zegt, het kan altijd beter. Ja. Maar ik wil juist dat jij gewoon straalt. En nog even af en toe, als je de camera opzoekt, dat deed je al. Zo van even die glimlach en zo. Hey, weer 1000 stemmen in mijn pocket. Ja, maar begrijp je, want zo werkt het wel. Ik vind het gewoon eng nog een beetje met de camera's te spelen. Ik denk dat het ook gewoon een kwestie van wennen is. Ik denk dat het de tweede show al wel een stuk makkelijker gaat dan de eerste, omdat je nu een beetje weet hoe het voelt. Hier is Lisa. I've been running through this town. I've been combing every street. I've been searching for the reason with the reasons. Been searching for the higher ground. Craving for real love, aching for a touch, yeah. All my days of misery, someone could have taken them from me, yeah, 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 yeah. Oh, so tell me where you are, tell me how you feel, tell me what you need. Een waanzinnig goede zangeres. Dat laat je nog een keer horen. Maar, dus één kleine maar. Ga ook leren hoe je met het podium moet omgaan. Want nu sta je wel heel erg stil. Maar het is echt waanzinnig goed gezongen. Dank je wel. Lisa, bij de allereerste auditie kwam jij binnen. Ik weet het nog zo goed, dat rokje van je. Ik riep dan als eerste, Jezus, dat ben jij een stoer wijf. En dat vind ik nog steeds. Wat een goede song was het ook voor jou. Heel goed gedaan. Lisa, ik denk dat de mannen van Kay nu op hun bank staan te springen van geluk. En dat ze misschien jou nog wel gaan uitnodigen om eens een keer gezellig mee te doen. Want het was natuurlijk wel weer belachelijk goed om met de woorden van Erik te spreken. Ik hoop wel dat je van Gordon ook de kans krijgt om een andere kant te laten zien. Want er zit ook soul in jou. Ik wil niet alleen horen bulken, ik wil je ook soul horen zingen. En dan hoort heel Nederland wat een belachelijke goede zangeres jij bent. Ja. Lisa, ik hou het heel kort. Jij gaat morgen naar de tatoeist en dan laat je 2 sterren erop bijmaken. Want 3 sterren doe je jezelf echt tekort. 5 sterren, echt 5 sterren. Sorry. Zo goed. I love you, baby. En we gaan van die klote hakken af, want je kan er niet op lopen. Nee, dat klopt. Oh, sorry. Zou ik weer eens... Oh, sorry. Is dat je normale schoeisel ook? Het is de tweede keer al vanavond dat we iemand zwikkend op het podium hebben. Ja, nee, ik ben aan het oefenen. Ik ben normaal echt van de sneakers en de platte dingen. Maar wil je dan niet gewoon lekker op gympje staan hier? Is er iemand die dan tegen je zegt, ik noem een coach? Ja, maar dat is voor de lengte, hè? Voor het...
figuur. Ja, maar het staat op. Het staat trek maar gewoon sneakers aan, hoor. Dat lijkt me dan maar het beste. Fantastisch. En ik zat net naar je te kijken. Ook, je hebt natuurlijk een neusring. We hebben hier hele goede ervaring met meiden met neusringen. Ja, dat klopt. Ja, er zit er één in de zaal. Oh, echt? Ja, Nikki. Oh, waar dan? Daar. Oh, ja. En die heeft ook genoten. Heel erg goed gedaan. En zo zien we weer wat Ken kan, Ken Lisa ook. Zorg dat ze erbij blijft. 0909-1308 of sms haar naam naar 3131. En dat is natuurlijk Lisa!